Hoi, ik ben Sanne en dit is mijn eerste vlog. Ik mag met mijn camera overal komen op Schiphol. Ik heb ontzettend veel zin om allemaal leuke dingen te gaan doen hier. Ik loop hier nu in vertrekhal 3 en bij de informatiebalie ligt dus een opdracht voor me klaar. Ik ben echt ontzettend benieuwd wat het is. We gaan even kijken wat de opdracht precies inhoudt. Hallo! Hallo! Hoi! Hi. Als het goed is, moet hier een opdracht klaar liggen voor mij. Ik ben Sanne. Ja, dat klopt. Dit ligt voor je klaar. Alsjeblieft. Nou, dankjewel. Beste Sanne, wat leuk dat je gaat vloggen voor Schiphol. Wij hopen op veel gekke, grappige, inspirerende en interessante vlogs over onze luchthaven. Om er een beetje in te komen hebben we een eerste opdracht voor je. Zing samen met 10 verschillende reizigers met allemaal een andere nationaliteit de oer-Hollandse klassieker Tulpen uit Amsterdam. Oh, ik moet gaan zingen. Succes en veel plezier, je vrienden van Schiphol. Ik heb dus deze tulpen gekregen. Dus ik ga iedere reiziger die met mij het liedje gaat zingen, krijgt van mij een tulp. Hier ga ik naar binnen, de staff entrance. En hier gaan we zo meteen door de security controle en vanuit daar komen we in de lounge terecht. Ik loop nu in lounge 3. Het is hier best wel druk. Er lopen ontzettend veel reizigers. Dus ik denk dat het wel moet lukken om mensen te vinden die met mij een liedje gaan zingen. Ik ga zo eerst even de karaoke versie van Tulpen uit Amsterdam op YouTube opzoeken. Zodat we in ieder geval een goed voorbeeld hebben. Er zijn hier al ontzettend veel tulpen. Dus het liedje past goed bij de locatie, denk ik zo. Dus het liedje wat ik met de mensen moet gaan zingen. Ik kan inmiddels nu al geen tulp meer zien. Maar goed, we gaan ervoor. I have this challenge. I have to sing a song, a Dutch song, okay. With 10 different nationalities. All right. Would you like to sing this song with me? Would you try? Yeah, sure. Where are you from? I'm from India. I'm an Amrik Tulpen. Als talente como dan stoel ik kuju. Tulpen uit Amsterdam. Als talente kom dan ik kuju. Tulpen uit Amsterdam. Yay, dat was de eerste en ze deed het eigenlijk best wel heel goed. Can you try to sing this song in Dutch with me, please? In Dutch? In Dutch? It's impossible. Als de lente komt, dan breng ik voor jou mijn tulpen uit Amsterdam. So I have a little present for you. Got you this. Thank you. Thank you. And I wish you a very nice flight. Sorry, can I ask you something? We are late for the flight. Okay, thank you. Helaas, mijn eerste afwijzing. Als de lente komt, dan stuur ik jou. Tulpen uit Amsterdam. Als de lente komt, ben ik voor jou. Tulpen uit Amsterdam. Als ik niemand niet zingen kan. Tulpen uit Amsterdam. Ik ga niet zingen. Oh. Ik heb zo'n verschrikkelijke hekel aan zingen. Oh nee. Dat het bij mij niet gaat lukken. Oh jammer. Ja. Als de lente komt, dan stuur ik jou tulpen uit Amsterdam. I have this present for you. Oh, thank you. Yeah. Lente komt, dan stuur ik jou tulpen uit Amsterdam. Als de lente komt, breng ik voor jou tulpen uit Amsterdam. 5 verschillende nationaliteiten hebben al met mij een liedje gezongen. Ik heb in ieder geval 1 ding geleerd. Ik kan niet zingen, maar gelukkig ben ik niet de enige die niet kan zingen. Kom, dan stuur ik jou tulpen uit Amsterdam. Dan stuur ik jou tulpen uit Amsterdam. Als de lente komt, breng ik voor jou tulpen uit Amsterdam. Kom, breng ik voor jou tulpen uit Amsterdam. De 1000 rode, ik jou het allermooiste. Wat niet mooi meer zeggen kan, negen tulpen uit Amsterdam.
Het zit erop, de opdracht is voltooid. 10 verschillende nationaliteiten hebben het liedje Tulpen uit Amsterdam gezongen. Het was ontzettend leuk om te zien hoe de verschillende mensen het deden. Heb jij nou een leuke vraag of opdracht voor mij op Schiphol? Reageer dan hieronder. En wie weet, wordt dat het onderwerp van mijn volgende vlog. See you at Schiphol!